Hallo, mijn naam is Janina. In deze tutorial gaat het erom hoe u met het Winkhausportaal uw leven in de boekhouding een flink stuk makkelijker kunt maken. Wie kent het niet? Uitgerekend als het druk is, is het niet eenvoudig om het overzicht over alle facturen en hun vervaldagen te behouden. Met het traceren van facturen in ons online portaal maken wij het werk een stuk eenvoudiger. Ik laat u graag zien hoe dat werkt. We beginnen met het inloggen. Direct op de startpagina vindt u het paneel Factuuropvolging. Met één klik hebt u nu een volledig overzicht van alle facturen van de afgelopen 3 maanden. Wilt u het hele jaar zien of een andere periode? Voer dan hier de gegevens in en klik op deze knop om bij te werken. Bovendien kunt u de lijst filteren. Laat bijvoorbeeld de factuurtotalen oplopend of aflopend weergeven door op deze driehoeken te klikken. Of sorteer op factuurdatum. En als u op zoek bent naar een bepaald factuurnummer, dan voert u het hierin en vindt u de passende factuur met een muisklik. Dat lukt u ook met bestel- of systeemnummers. De juiste factuur gevonden? Die kunt u vervolgens gewoon als PDF downloaden en opslaan. Trouwens, via deze gekleurde symbolen ziet u in één oogopslag welke facturen al betaald zijn en welke nog openstaan. U kunt de lijst sorteren op basis van deze betaalstatus. Of alleen de openstaande facturen laten weergeven. Daarvoor zet u hier een vinkje. De lijst wordt dan overeenkomstig geladen. Met de knop Download kunt u deze als Excel-bestand exporteren en opslaan. Heel handig! Deze Excel-lijst past u eenvoudig aan uw behoeften aan om hem naar de boekhouding door te sturen. Bijvoorbeeld voor overschrijvingen. U ziet, zo eenvoudig is het volgen van facturen met het Winkhausportaal. Filter de facturen op vervaldatum en exporteer ze gemakkelijk naar Excel voor verdere verwerking in uw systeem. Zo wordt dat vandaag de dag geregeld met Winkhaus Order Management.